Trouwen, als het goed is, doe je het maar één keer en dan wil je er natuurlijk ook op je allermooiste uitzien. Ik ben vandaag bij Verjan Mode in Maastricht en zij verkopen niet alleen bruidskleding, maar ook kleding voor andere speciale feestelijke gelegenheden. En welke dat precies zijn, dat ga ik ze even vragen. Ja, Vera, jullie verkopen niet alleen bruidskleding, hè, maar ook kleding voor andere feestelijke gelegenheden. Wat zoal? Wij verkopen ook zoals communiekleding, we hebben bruidsmeisjes, bruidsjonkers, doopkleding. Eigenlijk alles op feestgebied verkopen wij. En maar jullie verkopen ook accessoires, begreep ik. We hebben ook van allerlei accessoires, zoals hoedjes of haarmode, handschoentjes. Noem maar op, alles wat met feest te maken heeft, ringkussentjes, noem maar op. Dat verkopen wij. Maak jij alle jurken zelf? Nee, deze kleding zijn dus, die moeten we dus bestellen. Die worden dus geleverd. Maar er is ook een bepaalde groep mensen die willen dat graag hebben gemaakt zoals ze zelf willen. Of dat nu met bruidsmeisjes is, of met communie, of met trouw. Dat maakt niks uit. Dan komen ze met wensen. Ik maak daar een schets van. En dan samen laat ik een stoffen zien. En samen komen we dan tot de overeenkomst zeggen van dit is wat ik graag wil hebben. Ja, want hoe gaat het dan precies in zijn werking? Komen die mensen zelf met een tekening, of hebben ze voorbeelden uit bladen? Of... Soms komen ze met voorbeelden uit bladen of ze zien bijvoorbeeld een film of nu Elsa. Elsa is nu een hype. Nou, dan komen ze naar me toe en dan zeggen ze van ik wil graag een communiejurkje hebben, maar met thema Elsa. Dus dan maak ik een schets en dan gaan ze kijken naar de stof wat erbij hoort en zo gaan we het dan maken. Ja, want jij hebt je atelier, zag ik net, ja, hierachter gewoon, ja, hè? Ja, is leuk. Ja, je mag eens komen kijken. Ik heb toevallig net een klantje hier. Oh. Daar heb ik een jurkje voor gemaakt, als je wilt. Oh, nou superleuk. Laten we eens mee. Laten we naar het atelier gaan. Oké. We dan in mijn paradijs. Kijk, hier komen al jouw creaties vandaan. Hier komen ze allemaal vandaan. En wie hebben we hier? En hier hebben we Jada. En Jada wilde graag een heel apart ontwerp. Als ze naar de kerk ging, tot ze toch een lang jurkje had. En als ze dan naar de hand bij het feestje, tot ze dan gewoon die rok uit kon doen. En dan heeft ze een kort jurkje. Oh, kijk eens, daar zit nog iets moois anders. Ja. Zo. Kijk. En wat vind je van je jurk? Ben je er blij mee? Ja. En wat vind je het mooiste van je jurk? Alles. Alles. Nou, dat snap ik helemaal goed.